Ik ben Femke en ik ben 14 jaar oud en ze voetbal bij Sportclub Marktpro. En mijn vraag voor jou is, hoe vind je je terugkeer nu bij Twente? Marktpro is ook bij mij in de buurt, dus heel erg leuk. Ik ben heel erg blij met mijn terugkeer bij Twente. Het is een heel jong en legerig team. Talentvol en een enorme drive om wedstrijden te winnen en beter te worden. Dus ik ben heel erg blij dat ik terug ben in Nederland, terug ben bij Twente. En ja, ik kan niet wachten op wat het nog voor moois gaat brengen dit seizoen. Hey, mijn naam is Mandy, 29 jaar. En mijn vraag voor Kika, liever kampioen met je team of Olympisch kampioen met de Oranje Vrouwen? Heel lastig dilemma. Ik ben natuurlijk nog nooit kampioen geworden, dus dat staat echt wel heel hoog aan mijn lijstje. Maar ja, je wil nog niet Olympisch kampioen worden, dus sorry Twente, maar dan werk ik toch voor die Olympische gouden medaille. Hoi Kika, ik ben Denis en ik ben 15 jaar. En mijn vraag is, wat is je mooiste herinnering voor het EK en het WK? Mijn mooiste herinnering van het EK 2017 is natuurlijk de finale die we speelden. Ik maakte toen een klein foutje waardoor we een penalty kregen en op 1-0 voorsprong kwamen. Maar de spirit die we in het team hadden en die ik echt voelde, zorgde ervoor dat we uiteindelijk de finale dus wonnen en dat we een gouden plak wonnen. En dat was wel echt het mooiste moment toen. En bij het WK vond ik het mooiste de wedstrijd die we speelden in Valenciennes. Ik speelde die wedstrijd en we wonnen de wedstrijd, dus dat was echt iets heel speciaals. Hey, ik ben Melle, ik ben 13 jaar en ik voetbal bij WC Zeeland. Mijn vraag voor Kieke is, mis je iets van Brabant? Zo ja, wat mis je dan? Ja, ik mis Brabant heel erg. Dat gemoedelijke, de gezelligheid. Ik moet zeggen dat ik het in Hengelo ook echt wel naar mijn zin heb. Maar ja, Brabant is voor mij thuis, dus ja, dat mis ik allemaal, hè, de lekkere worstelbroodjes en zo. Dus dat is wel echt iets wat ik aan Brabant mis. Hoi Kieke, ik ben hier voor ik ben 40 jaar, ik voel bij Julia en Mel. En mijn vraag voor jou was, hoe is je voetbalcarrière? Hele leuke vraag. Op de basisschool had ik heel veel vriendjes die deden voetballen. En ik wil ook heel erg graag voetballen, dus ben ik eigenlijk bij Olympia achterin Boeksmeer begonnen. Tussen de jongens in de F6. En toen ben ik van de F's naar de E'tjes, de D'tjes, de C'tjes, tot aan de B. Dus toen de 16 bij de jongens. Daarna de opstap gemaakt naar de Eredivisie Vrouwen. Hallo, ik ben Daria, ik ben 14 jaar en mijn vraag is, hoe vind je het om bij de Oranje Leeuwinnen te voetballen? Ja, het is voor mij een hele eer om bij de Oranje Leeuwinnen te voetballen. Toen ik mijn debuut maakte, toen ik 19 jaar oud was, was het echt een droom die voor me uitkwam. Want je voetbal natuurlijk om het hoogste haalbare uit jezelf te halen. En dat is natuurlijk een heel zelftal. Dat gevoel was heel erg speciaal en ik ben nog steeds heel erg trots om elke keer dat oranje shirt aan te doen. Hey Kika, ik ben Benjamin en mijn vraag voor jou is, hoe ver denk je met je team te gaan komen bij de Olympische Spelen deze zomer? Ja, ik denk dat wij weer heel veel kans maken. Zoals je ziet kunnen we echt op toernooien heel goed presteren. En is dat de afgelopen jaren heel erg goed gegaan. En ik denk die drive die er in het team zit, dat we ook weer deze zomer daar iets heel moois mee kunnen gaan bereiken. Dus ik heb alle vertrouwen in weer iets heel moois. Ben jij benieuwd en wil je meer weten over mijn interview? Lees het dan in het Helden Magazine.